Premier Rutte denkt dat er nooit een einde komt aan de maatschappelijke discussie over het salaris van de koning. Ik maak me geen illusies: er zal altijd discussie blijven. Dat verandert niet als de koning nu wel of geen belasting betaalt. Aldus Rutten op zijn wekelijkse persconferentie. Hij voelde niets voor om koning Willem-Alexander inkomstenbelasting te laten betalen. Aanleiding voor zijn opmerkingen is het vandaag gepresenteerde rapport van de commissie van Balen naar de afspraken tussen het Hof en het kabinet De Jong. Uit het rapport blijkt dat er begin jaren 70 geen geheime belastingdeal is gesloten tussen het Hof en het kabinet De Jong. Ik zat in die tijd nog in mijn pyjamaatje de Brumboot of de Fabeltjeskrant te kijken. Premier Rutten wil geen oordeel geven over de besluiten van premier De Jong... Ruim 40 jaar geleden. Rutten is blij dat er nu duidelijkheid is en wil verder geen oordeel geven over de meer dan 40 jaar geleden gemaakte financiële afspraken. Ik zat in die tijd nog in mijn pyjamaatje de beroot of de Fabeltjeskrant te kijken. De koninklijke familie betaalt sinds 1973 dus wel vermogensbelasting. Maar heeft sinds die tijd een aantal belastingvrijstellingen. Zoals dat officieel heet. Alle werkende Nederlanders in de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op om daar iets aan te doen. D66, GroenLinks, SP, PVV en de P van de vinden dat koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix, net als alle werkende Nederlanders, loon- en inkomstenbelasting moeten betalen. Rutten houdt vast aan die belastingvrijstellingen, omdat het te complex zou zijn en een nieuwe regeling weer vragen en discussie zal oproepen. Dan krijg je weer allerlei discussies over aftrekposten en andere zaken. Het wordt een enorme ingewikkelde rompslomp. De premier vindt de belastingvrijstellingen te verdedigen omdat er sprake is van een bijzondere situatie. Het is geen gewone familie. De laatste week van het kerstreces debatteert de premier met de Tweede Kamer over de begroting van de koning. Oppositiepartij GroenLinks vindt dat het rapport van de commissie van Balen genoeg aanleiding is om te pleiten voor meer transparantie in de financiën van het Koninklijk Huis.